welkom en leuk dat je kijkt bij een nieuwe weekvlog met mij, Julia Sarda. Ik ben momenteel wachtende in de auto. Net zo goed even uitzetten. Ik ga, zoals ik in de vorige vlog heb... Oh, hij trilt helemaal. Ik heb hem niet goed neergezet. Ik heb namelijk, zoals ik in de vorige vlog had uitgelegd, een girls trip. Wij gaan naar Wageningen. Dat is gelukkig vlak in de buurt. Dat is vlakbij. Hebben een chaletje gehuurd. Een soort, ja, wat is het? Woonwagentje. Camper. Dan gaan we gewoon even een nachtje met z'n viertjes chillen. Ook omdat we vanwege de avondklok natuurlijk niet lang bij elkaar kunnen zijn. En we komen vanuit het hele land. Dus dat wordt heel gezellig. Daar heb ik echt super veel zin in. En ja, nu even wachten totdat ze mijn autootje instapt. Ik heb nog niet echt reactie gehad op mijn auto. Wat ik aan de ene kant heel jammer vind. Maar aan de andere kant ook wel blij. Want kan ik er nog even in rijden. Rijden, zie. Dit is echt Arnhems. Rijden, houden. Rijden. Girls trip. Ja, kijk, ik heb ook twee tassen. Eddie zei tegen mij, hoe lang ga je weg? Hier. Ik ben met Kadi. Hoi. Ik moet wel weer naar toe gaan. Zou ik navigeren? I'm a Kadi. Pretty as a picture. Sweeter than a sweet shot. Mac is cuter than a boy. Oh, girl, it's sweet shot. Ik ook. Ik heb echt gisteren de hele tijd ook gezegd van ik vind het zo leuk dat ik het zo spontaan heb. Ja, ik zei ook tegen Ellie, ik heb er echt veel behoefte aan. Dat is. We zijn er! Het is hier echt cute. Het is echt zo'n vakantieparkje. Ja. Oh, verwennen. Helemaal in natuur. Die man die gaat denken, wat zijn dit nou weer voor stadse meisjes? Hi! Oh my god, hoe leuk is dit? Ja, ik moet ook even dit laten zien. We gaan één nachtje weg. En dit is alleen voor ons. Yes. Even kijken. Oh my god. En ook mooi van binnen. Kijk hoe cute. Ja, en hoeveel hebben we nou betaald? 17 euro per persoon? Ja, sowieso. Voor een nacht? Echt niet normaal. Hier zit dan een blokhut. Voor als je iemand moet opsluiten of zo. Even toeren. En dan ga je hier naar binnen. Dan zit hier het keukentje, wat overigens heel schoon en netjes en gewoon genoeg ruimte om te lopen. Dan hier de woonkamer. Even, dit is toch schattig? Even kijken, dit is mijn bed. Hier gaat Kaylee slapen en hier hebben we gewoon een verschonings... Nou, ik heb geen kids bij me, maar hier zou zelfs dus ook nog iemand kunnen slapen. Of is het niet om op te slapen? Dit is jullie slaapkamer. Oh, master bedroom. En... Oh, wat kamertje. Oh, ze hebben zelfs shampoos en zo. Echt? Ik zweer. Hier, babypool. Kijk dan, is toch echt lief. Ik heb echt het... Ik voel me helemaal back to the nature. Helemaal in mijn roots. Ik voel me echt zo hippie, ja. Ja, dat is best netjes, toch? Ja, nou, ik ga even de auto uitpakken. En dan gaan we denk ik zo boodschappen doen. Gaan we hier wachten op Jamie? Ja, toch? Ja. Ja, ze zouden ongeveer ook wel moeten zijn. Denk ook wel. Nou, vanaf Rotterdam is denk ik wat langer. Oh, dat kan. We gaan even boodschapjes doen met de vriendinnetjes. Met de chickies. Ik denk daarna even een rondje lopen. Het is echt zo cute. Het verbaast me hoe leuk je eigenlijk op vakantie kan gaan in eigen land. Domme dat ik hier.
deze meid heeft haar eigen business. Succesvol. It's all about mental health and making it more gangbaar voor iedereen die er mee kampt. Maar het een beetje eng vindt. En zij is super relaxed om tegen te praten. Daarom is ook een van onze vriendinnen. En onze personal psycholoog. Letterlijk. Jij bent altijd voor iedereen. Altijd iedereen gaat altijd tegen jou praten over problemen. Dat vind ik zo lief. Weet je dat ik dat zelf helemaal niet zo ervaar? Nee? Nee. Ik heb wel altijd, als ik echt met iets zit wat ik weet, dan weet ik dat jij Zwitserland bent. Toch? Jij kijkt gewoon vanuit een neutraal. Ja. Wat grappig. Maar ik zal er hier tag een linkje onderin doen. En ja, als je iets hebt, wees niet bang om te vragen, toch? Precies. Ook gewoon, zeg maar. Eerste gesprek is gratis. Ja, inderdaad. En ook gewoon, je hoeft niet per se, zeg maar, al van ja, ik voel me echt depressief of zo. Het kan ook gewoon zijn. Juist daarvoor al. Ja, als je echt tegen iets aanloopt of zo. Of je zit even niet lekker in je vel. Soms gewoon even lekker om met iemand te praten, toch? En niet dat je dan eerst het hele proces door moet van een psycholoog zoeken. Ja. Want zo heftig is het dan misschien net dan weer niet, weet je wel zo. Echt van fucking droog. Ja. Ja, zo droog mogelijk. Dat? Echt van die dad jokes, weet je wel. You got the dad shoes, now you have the like queen. De rest van de dames niet filmen, maar het is weer de volgende ochtend en we made it through the night. Wow. We zijn ook echt best wel vroeg opgestaan met z'n allen, maar weet je, we hebben nu een leven, we zijn geen 20 meer, dus en we gaan er weer vandoor. Dus ik zal jullie ook niet laten zien hoe we het een beetje hebben achtergelaten. Normaal zijn we wel mee, vooral veel spullen. Dus thank you girls for the weekend. Dat was gezellig. Hier, hou maar vast. Doe maar jezelf filmen. Kijk, hierheen kijken. Hier zo. Iets verder weg houden. Zo. Zo, kijk. Nu ga je allemaal een verhaaltje vertellen. Zet hij aan? Ja. Ga maar vertellen. Wat heb je gedaan? Make-up op mijn gezicht gesmeerd. Ja. En niet zo'n klein beetje ook niet. Oh. Ziet er goed uit, hoor. Nee. Wil je ook een baard? Nee. Huh? Make-up. Godsamme, wat een troep. Goedemorgen, het is alweer donderdag, ja. En het zonnetje begint te schijnen. Ik heb gisteren niet gefilmd. Ik was gisteren bij Eddie in de winkel aan het werk. En ik voelde me niet zo heel lekker, dus ik dacht van, nou ja, ik heb gewoon even geen zin om de camera erbij te pakken. Plus ik was toch niet heel erg veel interessante dingen aan het doen. En vanochtend had ik besloten om niet met Eddie mee te gaan. Omdat ik me dus ook niet zo lekker voel. Maar er is een reden waarom ik me niet zo lekker voel. En ja, daar ben ik heel blij mee. Want het begint bij dit ding. Maar de meid is ongesteld geworden. Ja, oh, hoe blij kan je zijn? Echt een beetje weird. Ik was even vergeten hoe pijnlijk het ook alweer was. En hoe ziek je ervan kan worden. Maar ik ben in ieder geval blij dat het allemaal wel weer op gang komt. Wat de reden is, of het armbandje is, of het loslaten nu we Kobe hebben. I don't know, maar ik ben in ieder geval blij dat het zo is. Dus ik ga zo naar de winkel, maandverbandjes kopen. Oh, maar
Oh, opstaan is moeilijk. Oké, doei. Even gedoucht en mijn gezicht gewassen. En nu kwam ik op TikTok een hack tegen. En ik moest hem heel even met jullie proberen. Dus ik heb een watje en daar doe ik dan wat micellair water op of zo. En dan moet je blazen en dan wordt het schuim. Maar ik heb zoiets... Dat had ik toch wel moeten weten. So, let's try. What the fuck? Wow. Dit is legit. Kijk mijn moustache. Oh, TikTok is live, jongens. TikTok is live. Ik heb al zoveel goede TikTok hacks. Nou, het werkt. Ik ben ook wel benieuwd, wat is jouw TikTok hack? Ik bedoel, iedereen heeft een hack die hij heeft gezien van TikTok en nu gebruikt in dagelijks leven. Dus wat is jouw ultieme TikTok hack? Ik vind dit wel een hele goeie. Zo, het is ondertussen al 5 uur geweest. Ik ben de hele dag bezig geweest met een video over content maken. En Afaya en Chantal kwamen even naar Kobe kijken. En het huis opgeruimd. Maar ja, het is ondertussen alweer een big mess. Ik ben ook super sloom vandaag. Maar ik denk dat het door dit weer komt. Want het heeft alleen maar gehageld en geregend. En het waait super hard. Of omdat ik ongesteld ben. Nou, I can blame it on that. Maar ik moet zeggen, het is wel weer even zwaar. Ik ben wel een beetje emo al de hele dag. En ik weet niet, ik loop een beetje achter mezelf aan. Ik wilde vandaag heel veel doen, maar ik ben gewoon nergens echt aan toegekomen. Ik heb een pakketje ontvangen. En kennen jullie Merel? Merel Adriana, de prachtige verleidster van Temptation Vips. Zij had via Vinted dat online gegooid. Ik ken haar vanuit Uden, want Eddie komt uit Uden. Maar best wel leuke kleren. Dus ik dacht, oh, laat me eens sporten, weet je. Maar kijk even hoe ze het heeft ingepakt. Alsof ik een of andere zak cocaïne hier heb liggen. Zo, thanks Merel. Ik zal je wat kledingzakken opsturen. Was? Goed zo. Pak hem. Kom, breng dat. Kom, breng dat. Nee, je moet die ding brengen. Hoi, goedemorgen. Het is vandaag weer vrijdag. En Koop is lekker met zijn Angry Birds fluffiness aan het spelen. En we zijn weer aan het werk. Ik doe het heel even zo. En even, hoe tof is dit kimono spijkerjack van Naked? Die heb ik via Vinted gekocht gisteren. Of nou ja, al een tijdje geleden, maar bij Merel. Waar ik gisteren over vertelde, maar ik vind hem echt heel leuk. En mijn bezigheid vandaag is foto's uitzoeken. Want de muren hier zijn nog best wel kaal. En maybe as you can see, ik heb van de week deze prints al uitgeprint. Eentje van Mogi en van Jeff, dat zijn klanten. Mogi Mike. Misschien ken je hem wel, hij is best wel Insta-famous. En het zijn hele toffe portretten. Kobe, je verpest mijn vlog. Kijk. Verpest je mijn vlog? Misschien vinden jullie het leuk als ik foto's met jullie uitzoek. Zodat jullie ook een beetje weten wat Eddie maakt. Slash wij, maar vooral Eddie. Nou, ik heb de mooiste foto's al uitgezocht. En dit zijn er echt een stuk of 50. Dus heel even kijken welke ik echt tof vind. Oh, gelijk vingerafdrukken. Kut, sorry. Dit is er eentje die is bijzonder. Deze ook wel. Deze niet zo. Dit vind ik wel een mooie. Oh, en dit doen we dus ook. Want mensen denken vaak dat we alleen krils en gouden tanden doen. Maar dit is van iemand. De oma is overleden en die wilde daar graag een vingerafdruk in een gouden zegelring. Dus dat soort dingen doen we ook. En in het goud. Dit vind ik ook een hele toffe piece. Dit is een open-faced grill boven. Dit, de pineapple cut. Die moet er natuurlijk ook bij. Dan maakt hij ook wel eens van dit soort zilveren ringen.
stof toch? Met dat zwarte erin. Dus erin gegraveerd. Nou ja, hangers. Fully iced out. Dan, dit is rosé goud. Ook mooi, toch? Deze heb ik dus ook, zoiets. Er zijn zoveel toffe dingen. Deze vind ik ook heel mooi. Even kijken. Ik denk dat ik die het tofst vind. Pineapple hadden we al. Dit is ook ziek. Met van die steentjes in het midden. Dit is een hele bijzondere ring. Dit is namelijk een wit-gouden ring met onyx en diamant. Maar onder de onyxsteen zit as. Iemand wilde dus graag een ring laten maken met het as van haar moeder. Dus dit zit onder die steen. En we hebben de oude diamant van haar oude sieraden gebruikt. Oeh, kijk. Deze is van Selma, my idol, lover. Dit is ook hoe dan ook. Een toffe piece. Gewoon een kruisje met diamanten. Deze hadden we al. Deze is ook. Deze hadden we ook al. En dan vind ik deze niet zo mooi. Dus hoeveel lijstjes moeten we halen? Nou, dus ik ga de Xenos bellen. Want Action. Ja, bij de Action is echt een wachttijd van 4 dagen voordat je daar kan winkelen. Hebben jullie al geshopt? Dat ben ik wel benieuwd naar. Want dit wordt dan voor mij de eerste keer dat ik echt een winkel inga. En ik had gebeld, want ik wilde eigenlijk vandaag naar de Bershka. Maar daar kon ik pas dinsdag terecht. Dus dat vind ik best wel heftig. Nou, welkom bij de rommeligste vlog ever. Ik ben paars. Oké, nu niet meer. Ik was gisteren mijn camera hier vergeten, want die zat vast aan een stang en ik kreeg hem niet van de stang af. Dus Eddie heeft hem er net eindelijk vanaf gehaald. Gisteren waren Sarah en Timothy even hier. Die kwamen even kijken naar het hondje. En toen hebben we even Burger King gehaald. En eerlijk, dat was zo'n hele ervaring dat je gewoon blij kan zijn om naar de Burger King te gaan. We kregen van die hele emmers met drinken en gratis donuts. Want die mensen daar, die hadden ook zoiets van, ja, er komt hier toch nooit iemand, dus why not? En ja, ik ben vanochtend naar de Jumper geweest. Verder niet zoveel speciaals. We gaan vandaag weer aan het werk met mijn katje patatje. Vind je nog leuk werken met mij? Tuurlijk. Ja? Vind je me niet irritant? Zo, ik spreek je niet eens zo vaak vandaag. Nee, oké. Okay. Maar vind je niet dat ik je van je werk afhoud? Want dat vind ik wel. Ja, ik merk wel, toen ik donderdag alleen was, dat ik echt gewoon 2 keer zoveel kon doen. Ze zei tegen mij dat je het labeltje erop moest houden, want als hij dan te klein is, dat je hem dan nog kon wisselen. Ik kan hem alsnog erop drukken, okay. Ik heb niet stuk gemaakt. Kobi, kijk, ik heb een nieuwe voor jou gehaald, maar je bent aan het slapen, dus ik laat jou even slapen. Oké, back to work. Mijn jas uitdoen en we strijden. Oké, aangezien ik bij Etje ga werken. Oh nee, Etje mag niet zeggen. Aangezien ik bij mijn schoentje ga werken, moet ik leren afdrukjes te maken. Dus. Je moet leren omgaan met lastige klanten. Want ik wil 12 tanden goud VVS. VVS? Kan niet een beetje luchtprijs maken. 500 euro. 500 euro? Is goed. Ik krijg er eentje. Eén VVS-steentje. Laat me even die andere. Wat moet ik doen? Ja, zijn we klaar? Ja, dan zit je al bijna op 6,5. Sowieso 1 hele volle schep. Beter iets meer dan... iets minder. Dan iets minder. Dit is 15? Ja, deze is die groot is 15. Ik moet toch even tegen de klant zeggen hoe die lippenbouw is. Ik ga zo... Ja, wacht even. Ik ben toch nog met die water bezig, anders ga ik knoeien. Je moet die water dadelijk eerst uitleggen en dan het water. Ja, maar nu heb ik het water al in mijn hand. Nou, ik ga zo dadelijk dit beetje in je mond doen. Dan moet je je lip even omhoog doen. Zo? Nee, dat doen ze echt vaak. Ik ben serieus. Dat doen ze echt vaak. Doen ze zo? Zo? Ik ga... Gooi even het water weg. Gooi even water weg. Ik ben serieus. Ja, je hebt soms klanten die zeggen... Zo? Heb ik wel eens meegemaakt. Nou, moet je met 2 vingers je lip even goed omhoog doen en je mond open. Ja. Ja, ik heb maar een klein mondje.
Ja. Ga eens bukken. En wat voor tandje wil je graag? Ik zeg toch net 12 VVS, broer. Ik ga binnenkort echt een video even maken over het uitleggen wat VVS is. Want heel veel mensen zeggen VVS en hebben geen idee wat het betekent. Dan doe ik het erin. Toch? Ja, snel mixen. En dan snel roeren. Probeer, als je hem zo houdt en je smeert hem zo erin, dan kan je hem zo mooi in die rand smeren. Kijk, ik heb eigenlijk nog best wel veel erin zitten. Oh. Ja. Nou, dus met twee vingers. Ik heb een klein rondje. Dus je mond goed open doen. Aan en drukken. Ja, zo. Oké. En dan niet praten. Kijk, deze monkey face. Nou, en dan 2 minuten wachten. Dus kom je van ver? Nee, ik kan niet praten. Nou, dit is het moment waarop het dus altijd een beetje awkward is. Merk ik ook bij jouw klanten, want dan zitten ze daar maar. Wanneer weet je dat het echt hard is? Als het dit niet echt meer een deuk is. Okay. Ja, nu maar, dan weet je wel. Nee. Zeg eens binnen mijn godje. Dit is binnen mijn godje, Britney! Dit vind ik al fucking smerig als gebeurt. Maar deze afdruk is dus top. Moet ik nog lang of dit houden? Nee, praten, want anders word je verpest nog een keer. En dan duurt het nog langer. Ja. Nou, het ziet er heel mooi uit. Je ziet hier je kiezen en zo. Prima. Toppie. She got it. Zo, nu ben ik professioneel tandafdrukmaker. Dus wil jij ook een tandafdruk laten maken? Kom dan vooral langs, kan ik even oefenen. Ik ben vandaag gewoon helemaal vergeten make-up op te doen, zie ik nu. Maar iets leuks, want Campbell die heeft een shout-out gedaan in haar vlog. Die zou ik ook even hieronder in de beschrijving doen. Nou ja, ze is gewoon een mede-vlog-collega, dus ik support haar heel erg. Ze is super lief, ze is heel spontaan, heel positief. Ze is super leuk om haar vlogs te kijken, doe dat vooral. En omdat ik de shout-out ben vergeten afgelopen weken wat ik eigenlijk wilde doen, is shout-out van de week naar Campbell. En ik heb nog iets leuks voor de mensen die veel vlogs kijken. Ik heb een afspeellijst en die probeer ik iedere week te updaten. Er loopt iemand de trap op hier, heel irritant. Maar ik heb een afspeellijst gemaakt met alle vlogsters die ik dus kijk. Dus van mensen met maar 300 abonnees tot aan 10.000, 100.000. Maar dit is meer een beetje zodat we elkaar kunnen supporten. Dus ben jij vlogkijker en heb je niks te doen vanavond? Doe dan ergens hierboven, komt het linkje, klik erop en dan heb je gewoon alle leuke vlogs. En vergeet ook vooral niet de mensen die je leuk vindt te abonneren en hun video's te liken. En ik heb een video geüpload gisteren, dat is alweer een paar dagen geleden, van How I Edit. En daarin zie je hoeveel werk het is en wil je zelf ook gaan beginnen met vloggen. Kijk de video dan vooral even, daar geef ik wat tips en tricks en hoe ik edit en hoe ik Instagram... Oh, gaat het? Oké. En hoe ik edit en hoe ik mijn Instagram doe en hoe ik reels maak en allemaal dat soort dingen. Dus ook vooral leuk om even te kijken. Oké, en ook even dit. Ik heb mijn haar sinds een hele lange tijd weer gewassen met zilver shampoo. En een toner die ik altijd erbij had gekregen, maar ik gebruikte het nooit. Maar mijn haarkleur ziet er echt anders uit. Het is veel, ja, koeler, maar ook donkerder. I like, maar... Ik ga woensdag volgende week naar de kapper. En ik weet nog niet wat ik met mijn haren wil doen. Dus I need your guys' advice. Ga ik weer met mijn Engels. Of ik ga zoals ik was. Dus echt donker. Of ik ga bruin. Of ik doe dit bijwerken. I don't know yet. Help me. Want ik ben gewoon bang dat als er weer een lockdown komt, dat ik dan weer met die uitgroei zit. En ik irriteer me er gewoon heel erg aan. Sommige mensen vinden het mooi, maar nee. Kobe! Kobe! Wat ben je allemaal druk aan het doen? Nou, we zitten weer onder... We zitten weer onder de auto, wil ik zeggen. Spraakgebrek, ho! We zijn weer onderweg naar Uyen. Hè, Uden? Uden de gekste. Het waait echt zo ontzettend hard, niet normaal.
vind het zelfs een beetje eng. En we hebben onze baby op de achterbank. En... oh ja, de reden waarom ik ging filmen. Ik vind het zo chill dat het nog licht is buiten. Het is echt gewoon nog best lang licht. Beter. Ik krijg helemaal dat zomergevoel. En gewoon het eten is dan ook lekkerder of zo. Ik weet niet. Ik vind het gewoon relaxed als het lang licht is. Dus dat wil ik zeggen. En dat ik de vlog ga afsluiten. Er was geen unboxing of the week. Want ik heb niks gekocht. Goed hè? Ja, en dan hoop ik jullie volgende week weer te zien. Vergeet niet te liken, abonneren, kusjes te geven en te delen.